Fernand wel mijn best. Ah, ik, meneer Boma, met die speciale kunstmest van meneer Fernand. Echt een goed product. Ja, wat is er met ons veld, voorzitter? Wat er met ons veld is, papaul, dat het zo bruin ziet als een opgedroogde koeienstront. Oh. Heb je best wat gebruikt, hè, Kieke? Dat was onkruidverdelger. Dus toch? Wat? Dus toch? Ja, dat stond op die zak, maar volgens meneer Fernand was dat een drukfout van in de fabriek. Man. Ja, daarom dat hij het voor de helft van de prijs heeft kunnen kopen, hè. Kieke, ik draai nog een messelsiezen, hè. Ja, nee, de Boma Kiekenworst. Nu met extra veel Mark Vertongen. Hoe kan dat nu, Mark? Een uur geleden lag ons veld er nog perfect bij. Ja. Ja. Die een onkruidverdelger, die laat er geen gras over groeien, hè. Nog op de afstand leeft. Het is nu het moment om grappig te willen doen. Ja, maar... En nu, voorzitter? Volgend weekend start een nieuwe competitie. Ja. Meneer Boma zal weer de aap uit de mouw mogen toveren, denk ik, op d'habitude. Maar vind ik zo direct maar een veld te biljaar. Oh. Ik zeg altijd, voor de thuismatchen en de trainingen kunnen we misschien het tweede terrein van de Eendracht hier juist om de hoek gebruiken. Ik ken Hubert, de voorzitter, nogal goed. Ik kan het altijd eens vragen. Zeg, hoe kan de mens hier zich nu... serieus concentreren, hè? Boris, ga mij uw getent eraf nemen! Wacht eens, als ik het goed voor heb, ik geloof dat het tweede terrein van de Eendracht vrij is. Ik heb daar misschien een keer gaan praten met u, de voorzitter. Ik ken die nogal goed, en Albert. Hubert. Nou wel ja, ik kan daar eens vragen of we daar kunnen spelen, hè? Ja, ja. Voilà. Balthazar Boma heeft het weer opgelost. Dank u wel, meneer Boma. Ja, ja. En wij zullen Fernand eens gaan oplossen. Oh, ja. Ook dat varkentje ga ik persoonlijk nu eens afwassen. Eerst mijn speech. Ja. Zeg, Zabé, het nieuwe competitiejaar staat voor de deur. En dit jaar moeten we alles uit de kast halen. Hè? En als ik bedoel alles, bedoel ik alles. Dit jaar spelen wij bij de kampioenen. Hey! Oh, simpele ziel! Yes, we can, Miss Proctor. Wij kunnen rekenen, onkel Bal. Ik ga mijn beste sambal voetbalbeentje voortzetten. Ja, ja. Hola. Berg. Om de titel te halen, zijn er hier drastische veranderingen nodig. D'accord? Ja, maar. D'accord? Dat kan wel zijn. Weet gij dat de gemiddelde leeftijd, wat zeg ik, ouderdom, bij de spelers 49 jaar is als dat bleef. Amai, dat is een wereldrecord. Dus we hebben geen keus. Hè? On a pas de choix. We moeten verjongen. En daarom... Xavier. Ja? Mijn beste kop. Merci. Merci voor... alles wat je hebt gepresteerd de voorbije jaar. Alsjeblieft. De gouden aftrekker. Nu heb ik het als gouden nadruk. Laat mij door, qua. Ja, wat wilt je nu zeggen? Xavier, maak het nu niet moeilijk, hè? De toekomst van de ploeg ligt bij de jeunesse. Ah, bij mij dus. Ja, verdomme. Bij de echte jeunesse wel, hè? Voilà, Xavierke. Daarom wensen wij u allemaal nog lange jaren met Carmenneke in vrede. Oh, zee. Dat is de smerigste toer die jij ooit gelapt hebt. Maar voorzitter, je kunt Xavier toch niet zomaar ontslaan? Nee, dat... Wie gaat er nu in de goal staan? Balthazar, Xavier, dat is een deel van de ploeg. Maar een deel van café? Xavier is ook mijn beste kopijn. Ik vind dat ook niet plezant, maar ik wil met Boma Borst mikken op een jonger publiek, dus ik kan niet blijven investeren in rimpelvoetbal. Meneer Boma, het is niet het moment om grappig te willen doen. Xavier, het is voor de toekomst van de ploeg. Snap dat nu toch eens? Ja. Ik heb nu een gouden aftrekker laten staan, hè? Harteloze worstendraaier! Ik zeg altijd, meneer Boma,
Ik ben beschaamd in uw plaats. Ja. Wij allemaal, al jaren. Ja. Luister de keer hier, hè, allemaal. De banazer moet in zijn leven moeilijke keuzes kunnen maken. En al die jaren heb ik gekozen voor de sport. En de motto van het nieuwe competitiejaar dit jaar is champagnevoetbal en met champagne lukt dat niet. Nee, ons lukt dat toch ook niet? Ja, maar ja. En als de resultaten niet beter worden, hè, dan zal Xavier nog maar de eerste zijn die vervangen wordt. Compris? Oh, allee, kom. En laat de gezelligheid nu wederkeren, hè. Op het nieuwe voetbalseizoen, Pascal, tournée Genève. Ja. Niet voor ons. Wij hebben al lang geen dorst meer. Bon. Tournée uniek. Pascal, bij mij alsjeblieft. Schoon vrede, zeg je. Allemaal. Hela, je vergeet toch iets. Ierse, je kunt er zelf mee aftrekken. En deze rommel neemt je ook maar mee. Applaus. Stank voor dank. Mamoutou. Nee, dat is pas marchandise. Nu zijn we voor maanden van die hooligans bevrijd. Alleen de overschot goed bewaren. Kosemans. Gij vuile voetbal wel naar de kloten doen. Voetbal vult naar de kloten doner. Ieker, jij durft nog al, zeg. Hoe zou ik dat gedaan hebben? Hoe? Met die zak had Rudik gaat vol kak. Dat gaat u geld kosten, kameraad. Ja, maar jij snapt dat niet, want dat is kunstmest, hè. Dat is een drukfout op de verpakking. Ha. Ja. Jij denkt zeker dat ik een even groot kieken ben dan Vertongen. Nee. Hier staat onkruid voor Delger op, hè. Het... Oh! Dan is dat een fabrikagefout, hè. Ze hebben in de fabriek dat verkeerd opschrift gelezen. En dan hebben ze daar onkruidverdelger in gedaan. Oh. Dan zal ik die onkruidverdelger in u doen, hè. Man. Allee. Eentje voor ons mami. Eentje voor ons neerroken dan, hè? Allee, garage knopen. Broem, 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 broem. Drink dan een dagschotel. Hier, dan heb je toch iets binnen. Deze foto is van 1995. We speelden toen tegen de Boskrabbers. Oh, ik heb toen zeker heel veel ballen gepakt. Maar ja, dat telt allemaal niet meer, hè. Ik ben oud en klaar voor het kerkhof. Zeg dat toch niet. Allee, er pakt u. Tja, wat is mijn leven nog zonder de kampioenen? Maar je hebt mij toch en ons neerroken? Wel, ik zeg het. Wat is mijn leven nog zonder de kampioenen? Nee, je begrijpt er niks van. Je moet blijven. Nee. Laat dat keeperke van Boma maar eens afkomen. Zeg. Jij bent toch ook benieuwd? Benieuwd? Ja. Ik bedoel... Ja, een tweede Xavier, dat gaan wij nooit meer vinden. Ah, weet het toch? Ja, maar... Nee. Was ook de bal. Ja. Auw! Dat is een ziekte, manneke. Bon, Serzami van de regionale pers. Beste kampioenen. Allemaal hartelijk welkom op de persvoorstelling van onze nieuwe keeper... De Rijke Jean-Zaak. Gigi voor de vrienden. Snoopy voor de ladies. Zo te horen komt hij hier niet alleen om de ballen te pakken. Of misschien wel twee tegelijk. Ah! Bon. ZZ komt van Barcelona. Van Barcelona? En hij werkt daar bij een bedrijf.
En na zijn uren speelt hij bij een club in de tweede divisie. Hij is nu terug in België en ik heb hem dus bij chance kunnen wegkopen van onder de neus van die mislukte CA'er. De voorzitter van de Schellekes, Groot Jans, ons allen wel bekend. Bon, ik ben ervan overtuigd dat, dat we met CC een superkeeper binnenhalen en dat wij samen met hem van de kampioenen echte kampioenen maken. Voilà! Oh, uw plaat blijft eigenlijk, Carmen. Goed, dan nu het profielinterview met uw toekomstige collega. Dus ook bij de persoonlijke radiomaker bij Radio Hallo. Zeg toch, Mark, geef er een lap op. Jean-Jacques. Zeg maar Gigi, hè. Ik zal wel Snoepie zeggen. Snoepie, wat vindt u er eigenlijk van dat Xavier Waterslagers meer dan 20 jaar keeper bij FC De Kampioenen opzij is gezet? Voor u? Ja. Ja, vertel me, wat is dat voor een vraag? Allee, stel gauw een ander, hè, mijn gedacht. Dat is een goede vraag. Ja. Ja, u bent dus moeten terugkeren uit Spanje. Is dat misschien omdat u een even slecht keeper bent dan Xavier? En waarom moest Xavier dan vertrekken? Ja. Ik heb op heel het seizoen maar 11 ballen binnengelaten. Zes. En Xavier liet 11 ballen per match binnen. Dat is verschil. Oh, dat is toch niet eerlijk, hè? Een andere vraag. En geen meer over Xavier en vertongen of gepresenteerd niet langer op Radio Hallo, hè? Compris? Mooi hemd, Snoepie. Dat hoor ik liever. Dank u. Ja, mijn papa heeft mij altijd geleerd dat enkel het beste goed genoeg is, dus ja. Voilà. Ja, Xavier heeft zijn papa nooit gekend. Stop, interview! Het officiële gedeelte zit erop. Stel voor dat we nu een beetje napraten, hè, bij Natje en een worstje. Pascal, ga een keer op met de champagne als dat bleef. Ja. Draag hem zelf rond, Balthazar. Amai, amai. Waarom ontslaat je dat mens niet, meneer Boma? Ja, c'est un peu compliqué, je zei. Mijn papa die zou nooit tolereren, hè, dat werkvolk zo tegen hem praat. Oh, zeg! Snapmans! Mijn beste vriendin beledigen? Mijn vent uit de ploeg kippen? Ja, dat is Carmen, de vrouw van uw voorganger. Carmen! Ja. In Barcelona heet het allemaal zo. Mm. Aangenaam. Jij mocht Snoepie zeggen. Snoepie. Ik zei niets! We zijn even van de pers. Gelieve Carmen te pardonneren. De wappers. Zeg, wie heeft die Porsche voor mij een oprit gezet? Hey, heb ik dat vachtje niet goed afgewassen, hè? Zeg, nu niet, Fernand. We zijn ruzie aan het maken met je nieuwe keeper. Nieuwe keeper is Xavier dan? Enfin, dat doet er niet toe. Die Porsche moet er weg. Wat is het van mijn Porsche? Typisch, meneer rijdt met een Porsche. Cool? Ja, maar dat is in de week, hè. Ja, in het weekend rijd ik met een Lamborghini. Oh, vet cool! Gigi Lamborghini. Wat is het? Gaat die Porsche dan weg of wat? Nee, ik heb geen zin. Ga maar te voet, hè. Jij kunt dat precies gebruiken. Kom, Kostermans, bol en af, man. D'ailleurs, c'est interdit au saboteur. Raciste! Raciste! Sjoeke, je moest eens weten wat voor een papa's kindje die nieuwe keeper is. Xavier? Waarom is mijn leven een volière geworden? Ah ja, Sjoeke. Feitelijk had Boma gelijk, hè. Ja, voor het goed van de ploeg is het beter dat ik een stapje opzij zet. Oef. En daarom dacht ik, Xavier, pik gewoon uw oude hobby terug op. Hè. Ja, je moet niet denken. Denken is gevaarlijk. Waarom doe ik dat nooit? Wij gaan weer prijzen winnen, hè. Bekers en gebraden kiekjes, gelijk als vroeger. Ja, hier ze. Dat is mijn Hugo. En dat is mijn Nicole. Weer dat je kwetter was morgens vroeg tot 's avonds laat, zeg. Nou, zoeken, maar na een tijd hoort je dat niet meer. Maar nee, dat is gelijk mensen die naast een spoorweg wonen. Ah, ja. En wie gaat die vuiligheid opkuisen? Oh. Ik. Ah. Ja? Ja. Oh, merci, Sjoeke. Kom maar, Pieter Kotekes. Zing eens een schoon liedje om het vrouwke te bedanken. Goeiemorgen, vrouwke. Goeiedag. Blij dat alles vuil maken weer mag.
Strafschoppen. Alle druk op mijn schouders. Ja, pas op, hè. Die Madrilene lieten mij alle hoeken van de goal zien. Maar ik pakte al een bal en we wonnen een beker. Allee. Ja, allee. Snap je nu waarom ik geïnvesteerd heb in CC? Oh, ja, ah, zeg, amai. Ja, maar ik ben nog altijd niet gelukkig met de manier waarop dat Xavier behandeld is. Ah, ik ook niet. Nee, maar als hij toch moet vervangen worden, is Gigi de juiste keuze. Ja, maar Gigi kan er toch niks aan doen dat Xavier uit de ploeg is gezet. Dat zeker niet. Geef hem een kans. Dat hebben jullie bij mij toch ook gedaan. En mensen aanvaarden, dat is toch de essentie van het kampioen zijn. Schoon, Fisto, jongen. Schoon. Sorry, Snoopy. Ik heb mij echt in u vergist. Kunnen mij dat vergeven? Nee, jongens. Zeg dat. Nee, nu niet vergeten. Welkom bij FC de kampioenen. Gigi. Pascal, kom, hè. Eindelijk, hè. Zou ik zeggen, tournee, zeller. Zeg, Gigi. En hoe was het nachtleven in Barcelona? Ja. Veel beter dan hier in elk geval. Ja, maar ik heb het toch maar. Allee, als je aan zegt, moet je bijdragen. In Barcelona, hè, daar wisten ze hoe dat zijn spelers moesten verzorgen. Dat betekent voor elke match een sportmaaltijd. Ah, maar dat kun je hier ook krijgen, hè. Pascal zal hebben. Pascal is ons cuisinier. Ah, jawel. Hier zijn de recepten. Voilà. Voilà. Mijn papa heeft die laten opstellen door de beste koks uit Spanje. Ik hoop dat je een thermomix en een gastrovak hebt. Mijn keepersoutfit die moet met de hand gewassen worden en enkele wasmiddel gebruiken op basis van tarweproteïne. Ja, van iets anders krijg ik jeuk. Doe jij zeker, hè? Ja, en dan wil ik nog een uur lang massage voor en na de match. Ja, er zal er wel nog iemand voor moeten inhuren, vrees ik. Zeg, Ella. Wie denkt jij wel dat jij bent, hè? Dikke nek. Ella. Allee, Bieke, geef de Snoepje nu toch een kans. Zeg, ja. D'ailleurs, het is zijn tour om de kleedkamer te kuisen. Ja, hola. Ik heb in heel mijn leven nog nooit gekuist en ik ben niet van plan om daar nu mee te beginnen. Ja. Mijn papa zegt altijd dat mensen van onze stand zich daartoe niet mogen verlagen. Ja. Uw papa, die zegt veel. Hè. Ja, Marske, jij zult zijn tour wel overnemen, hè? Oh, ja, natuurlijk. Nee, iedereen gelijk voor de wet. Ah, dat is waar. Enfin, als Vertongen nu en Babel wil zijn, laat hem toch doen. Voilà. Nee, maar ik laat niet van zich profiteren. Nee? Vertongen? Hè? Ja, nu weet ik het ook niet meer. Ben ik nu voor of tegen u? Oh my god. Zo'n snop. Ja, zeg, meneer eist nogal wat. Ja. Oh, ik zou verdorie een heel restaurantkeuken moeten installeren voor meneer zijn sportmaaltijden. Oh, Xavier. Kom toch terug. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee, mijn vogeltjes gaan voor. Egoïst! Ik ga rap nog wat zangzaad kopen. Maken die nog geen lawaai genoeg? Ze komt pijn dat ik van die beesten krijg. Hè? Als het vissen waren, hè? Ik spoelde ze door het wc. Blijkbaar mist hij de kampioen, Annie. Hij niet, maar ik wel. Mijn hele dagen koeioneren met die kwetterende kwartels. Slavels toe! Wij moeten Boma onder druk zetten. Ja. Vanaf nu verkoop ik geen enkele Boma-worst meer in mijn café. Oh, dat zal veel verschil maken. Maar wacht, Carmen. Als wij nu eens zouden staken, hè, dan moet Boma wel bijdraaien. Staken? Oh, ja. Dat doe ik mee. Dat is mijn favoriete bezigheid. En we gaan een petitie houden tegen Gigi. Voilà. Dan kan Boma niet anders dan Xavier terug in dienst nemen. Ja, oh ja. Eén voor allen. Allen voor één. Voor Xavier. Ja. Voor Xavier. Hey, amigo. Ik ga je op het verkeerde been zetten, hè. Ja, hup,
Zeg dat wel. Sta ze aan de verkeerde goal. Mannen, kom. Hier brandt al aan. De volgende kop. Oh, oh. Moet er niet gewerkt worden op de bureau? Hoor. Wij staken. Ja, ja, om te betogen tegen het onrecht dat je mijn arm ventje hebt aangedaan. Ze biedt ook die jongen nog dat hij niet welkom is. Die jongen, die is ook niet welkom. Hey, nee. Hey, welkom. Maar wij willen Xavier terug. Wij willen Xavier terug. Wij willen Xavier terug. Wij willen Xavier terug. Allee, don't worry. Vertongen. Is dat nu? Kom. Kaya! Verdomme, wat was dat nu voor een flutbal? Oh, allee, kom. De trainer zal het nog eens voordoen. Allee, bal. Kom maar, trainer. Zé! Super! Super! Aha. De staking heeft lang geduurd, maar gedacht. Ja, wij komen onderhandelen. Ja. Gaat je Xavier laten terugkomen? No way, José. Dan staken wij voort. Je zult toch moeten buigen. Of denkt u dat uw godelke graag in een zwijnenstal komt, kittikatoes? Overal. En wie gaat er uw boekhouding doen? Huh? Buenos dias, meneer Boma. Ladies. José, zet u de geest. Ja. Want vanaf nu is dit uw bureau. Ah, voilà, hè. Mag ik u voorstellen dan met een nieuwe boekhouder? Oh, en is hem dan ook uw nieuw kuisvrouw? Zizi heeft een goed gedacht. Een super tip om u te vervangen. Oh? Mathilda. Mathilda? Waar is die onderkruipster? Dat kan ogen uitkrap. Kom, Mathilda. Kom, ben ik Boma. Kom, ben ik Boma. Tapetje. Stop met die dab. Voilà. Stofzuigen zonder zuigen. En ik val er nooit meer naar fronten. Denk maar niet dat wij het opgeven, hè. Dat zult u nog beklagen. Kom, Doortje. Alle meisjes aan de macht. Alle meisjes aan de macht. Alle. Mathilda, wat moet jij doen voor meneer Boma? Stofzuigen. Ze doet dat goed, hè, Mathilde. Van Philips. Pieke, Pieke, we moeten nu weg. Ja. Allee, waar blijft Maurice nu? Ja, die gaat het café doen. Paul, jij kunt dan nog snel die petitie ondertekenen voor Xavier. Overdrijft jij nu niet een beetje, Pieke? Zeg, ik probeer als trainer de rust binnen de ploeg te bewaren, maar jij zet de mensen tegen elkaar op. Xavier is toch uw beste vriend? Ja. Hey, hey, Ja, dat is natuurlijk. Ah, oh, wel dan? Ja, als je het zo bekijkt. Maar ja, ik heb geen stilo, dat is wel stom, hè? Tada! Ja, goed. Allee, aantekening hier, dan... Bonjour! Kostermans, jij kunt niet goed lezen, zeker? Voor u is dat hier no-go-zone, hè? Och, wat zijn we weer gastvrij, ja? Ik kom me wel verontschuldigen voor het voetbalveld, hè. Dat zal nooit meer gebeuren. Maar als jij me nu als tegenprestatie die factuur voor het inzaaien van het voetbalveld wilt kwijtschelden, dan zijn we weer allemaal dikke vrienden. Dik wel, ja. Excuses, niet aanvaard. Dag, Bernard. Pascal, ben weg. Kom, dan geef mijn mannen ook iets. Ja. Balthazar, ik staak. Ik staak, jij staakt, hij staakt alleen als hij tegenwoordig is. En jij, misverstand, met wat ga jij mee amputeren?
Met een petitie tegen Gigi. Ja, 20 mensen hè, hebben het al ondertekend. Voilà. En weet je wie zelfs zijn handtekening? Pieter, jij moet zo dringend vertrekken, man. Kom op, stel het. Ja, maar Maurice is er nog niet. Maar Maurice, ik let op het café. Wat ja? Dat? Ja. Allee, kom op, Pascal, zeg. Ja, meneer Boma, die laatste transfer is precies niet een goede aarde gevallen, hè? Zijde jij daar nog? Hou u daar buiten en bol het af. Oké. Sterkte, hè? Zie, zeg, wat je gaat het nodig. Hè. Waarom? Geef toe, dat is toch niet gemakkelijk voor u om in een omgeving terecht te komen waar dus iedereen tegen u is, hè? De spelers, de vrouwen, hier, hè? De trainer. Zie je wie zegt dat nu? Ja, zo gaat dat niet, meneer Boma. Mijn papa heeft altijd gezegd dat je niet moet blijven waar je niet gewenst bent. Maar, oh, Gigi, wij staan allemaal achter u. En ik vooral. Ja, en de vrouwen dan? Vrouwen, quantité négligée. Voilà, kom. Meneer Boma, u moet er een keer zien wie die petitie... Maar Fernand, alstublieft, dat zijn toch uw zaken hier? Man toch, hè? Die vrouwen altijd met uw gedoe. Voilà. Voilà. Het is gedaan met de petitie. Voilà, dans la poubelle avec elle. Man. Ja, Mathilda. Een robotstofzuiger. Oh, hoe gaat een Dina willen knijpen, hè? Ja, we zijn thuis en we hebben gewonnen. Ja. Hier, 5 braadkiekjes. Allee, en het grootste kiekje zijn er nog vergeten mee te tellen. Man. Ben ik daar iets te weten gekomen, zeg. Die Paul is dan een slechte mens. Oh, wat is er van mijn Paul? Ja, Xavier, uw zogenaamde beste vriend Paul, die zit nu samen vrolijk te pintelieren met die indringer van een zozaak, hè. Zeg, helemaal plezier maken over die patatenzak van Xavier. Oh. Eigen woorden, hè. Vernog uw licht. Nee, ik heb Paul zelf die petitie zien ondertekenen. Om zand in uw ogen te strooien? Jij waart nog geen 2 minuten buiten of eerst zijn dat al kapot gescheurd. Eerst, hè. Paul en Xavier, nooit meer terug, hè. Maar ik wil ook niet terug naar de kampioenen. Maar Xavier, de kampioenen kunnen niet zonder u. Jawel, Beke. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, maar geloof me nu toch. Je moet u geen zorgen maken over mij. Ik ben echt gelukkig met mijn vogeltjes. Ja. Jij wel, maar ik niet. Ja. Oh, het is en blijft een tremmerie, hè, God zeg. Onbetrouwbaar, tot en met. Een hypocriet, maar wacht maar totdat hem thuis komt. Ja, groot gelijk, Doodje. Timmer er maar eens goed op los. En wel ja, en ik kan op u al eens beginnen oefenen, hè. Nee. Oeh, Pascal, eerste, nog een stukje. Voilà. Meneer Pascal, dat is Liesje. Liesje is het liefste, het schattigste en het mooiste meisje van de hele wereld. Hij is toch een schatje, hè? Pascal? Madame Pascal? Ja. Een fles champagne. Voor mij Ronaldinho. Maar vooral voor die superbabe hier. Hallo. Hallo. Dat is Gigi. Dat is de coolste van alle kampioenen. Snoopy voor de ladies. Amai. Mijn en amigo heeft goede smaak. Ja, zet hem maar op de rekening van Boma, hè. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Jij ziet er met een meisje met inhoud uit. Ja, ik studeer lichamelijke opvoeding. Oh, zeer goede keuze. Hè? Uw lichaam ziet er zeer goed opgevoed uit. Je zit toch een stalterik? En Gigi heeft een Porsche. Echt? Wauw. Zou ik eens een ritje mogen maken met u? Natuurlijk. En nadien mocht je mee met een auto.
Mijn onkel Bal die heeft een Corvette. Ook een chique bak, hè. En veel meer plaats op een achterbank. Ja, misschien een andere keer, hè. Wat denkt er van, Liesje? Vliegen we erin? Graag. Hey, en ik dan? Ja, dat wordt zelfbediening vanavond, hè, amigo? Tot, Je moet je dat voorstellen. Ik zit daar dan en heb En waar blijft die gast nu? Wie dat we daar hebben? Weet jij wel hoe laat het is? Wat begint die niet te zagen? De match is toch nog niet begonnen. Je hebt wel al de opwarming gemist. Ik heb mij al heel de morgen opgewarmd, ja. Zeg, Ronaldinho, die Lies, eet brokjes in, hè. En die gaan ook van die lekkere vriendinnetjes. En genoeg is genoeg, hè, man. Nee, trainer. Ik speel niet meer zolang dat hij in de ploeg blijft. Ah, wij staan dus achter Ronaldinho. Ja, dan spelen wij dus ook niet meer mee, hè. Want wie aan één kampioen raakt, raakt aan ons allemaal. Ja. Wow. Kan ik eraan doen dat alle vrouwen voor mij vallen? Wow. Are you ready? Ah, non cobal. Ik speel niet samen met iemand die mijn lief afpakt, hè. Oh. Oh, kop. Kunt je nu niet iemand anders zijn lief pakken? Zijn lief? Zo wat? Zeg, maar hoe zit dat eigenlijk met die sportmaaltijd? En hier, mijn keepersoutfit, wie heeft dat gewassen? Ja, maar moet ik hier alles zelf doen of wat? Ik ben wel beter gewenst, hè? Luister eens, Gigi. Fantastische keeper of niet? Jij gaat hier niet de goede sfeer binnen de ploeg verstoren, begrijp je? Ja, Paul heeft gelijk, Zizé. De kampioenen zijn. Sont des copains d'abord. Uw copain, zijn vriend, die kunnen mij gestolen worden. Weet je wat? Ik ben hier weg. En ik zal het zeggen tegen mijn papa. Voorzitter, met zo iemand kon ik toch niks aanvangen? Vis à papa, hè. Merci om mij te steunen, hè, mannen. Over 45 minuten begint de match en we hebben geen keeper, hè. Maar nu? Wat moet ik Xavier terughalen? Wel, wie gaat hem terughalen, hè? Wie gaat hem terughalen? Maar je moet niet denken dat ik op mijn knieën ga vallen, hè. Nee. Zezé was ene dikke neger. Xavier Waterslagers is de enige keeper van de kampioenen. Ja. Allee, Sjoeke, zeg toch ja. Of moet ik voor de rest van mijn leven blijven pillen slikken tegen de kop en? Maar je had eigenlijk gelijk, hè, voorzitter. Ik ben te oud voor de kampioen. Bullshit. Je bent maar zo jong als dat je zelf voelt. Ja. Kijk, nou verdomme. Je is mijn moedje zes. Ik ben echt gelukkig met mijn vogeltjes, hè. En dat zijn pas echte kampioenen, hè. Wij winnen elke wedstrijd. Ja, nou. Sjoeke. We hebben genoeg tickets voor de volgende 5 jaar. Ja. Luister toch naar meneer Boma. Je krijgt een maand lang gratis dagschotels. Als je terugkomt. Oh. Sjoeke, een maand. Voorzitter, je gaat een aftrap nog missen. Is dat uw laatste woord? Ja, sorry. Maar... wens ze allemaal veel geluk van mij en mijn vogeltjes, die zullen duimen. Oh. Nee, nog vast! Meneer Boma! Zwijg! Zwijg! Of weet je vanavond vogels zonder kap? Papar, forfait, hè? En dat allemaal dankzij Xavier. Ja, de competitie begint goed bij gedacht. Wie is er met een nieuwe speler afgekomen?
Het zal nog mijn schuld zijn. Oh. Het zal nog mijn schuld zijn. Is er hier ergens een voetbalploeg die een keeper te weinig heeft? Ja, Xavier. Ik kan mijn vrienden toch niet in de steek laten, hè. En daarbij, vogelenzaad. Dat is klein bier tegen dakschotels. Achmiddag, we zijn compleet, ja. Hè. Allee, Papol, hè, je weet wat ik wil zien. Hè. Ja. Champagnevoetbal, ja, hè. Alex, Xavier, kom maar. Ah! Op, monsieur! En op de rentrée van Xavier, de hele avond dakschotels à volonté. Hey! Punten pakken, punten pakken. Punten pakken, punten pakken. Wij hebben ook nog een cadeau. Ja. Omdat mijn vogeltjes zo goed gezongen hebben. En ik geen kieken niet meer door mijn strot. Voor iedereen een braadkieken. Heb je nu toch een mens gespeeld? Bloemen verwelken en scheepjes vergaan, maar de kampioenen blijven altijd bestaan. Hey! En iedereen blijft bij de ploeg, dus een gestook heeft niks uitgegeven. Hey, want nu dat ons veld is ingezet, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen. Hé, hey, Dajar, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Eerst meneer de voetbalveld naar de klote doden. €10.000 voor een beetje gras. Ja. Hey. Laat het gras. Mag je laten? Ja.